Ik wil graag spanning gaan meten en niet met mijn voltmeter, maar met een Arduino, of eigenlijk met een microcontroller, en ik gebruik de Arduino om dit te ontwikkelen. De Arduino heeft 6 analoge ingangen, kijk daar zijn ze, A0 tot A5. En daarmee kan je dus 6 analoge signalen meten die intern door een 10 bits analoog digitaal converter worden omgezet in digitale waardes. De Arduino kan waardes meten tussen de 0 en de 5 volt in de standaard configuratie. 0 en 5. Nou, en die 0 die wordt dus omgezet naar een digitale 0. En dat zijn dus eigenlijk gewoon 10 nullen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dat is natuurlijk de decimale waarde 0. En die 5 zal worden omgezet in 10 enen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dat is dan de decimale waarde 1023. Nou, we hebben dus 1024 stapjes, want 0 is ook een waarde. Dus we hebben 1024 waardes. En dan kan je uitrekenen dat de resolutie van deze meting is dan 5 gedeeld door 1024 is 4,9 millivolt. Grofweg gezegd 5 millivolt. En dat zegt natuurlijk iets over de nauwkeurigheid. Als we een waarde meten van 10,5, nou natuurlijk geen 10, dat kan helemaal niet, 2,5213 volt. Nou, dit kan hij helemaal niet meten. En dit zijn natuurlijk volts, honderden millivolts, tientallen millivolts. En dit zijn millivolts. Dus deze, die is maar nauwkeurig op 5 millivolt. Dus eigenlijk kan je die waarde niet eens vertrouwen. Dus je zou kunnen zeggen, we kunnen 2 cijfers achter de komma, kunnen we redelijk betrouwbaar meten. Die 5 volt waar we steeds over spreken, dat is de referentiespanning. Standaard is bij de Arduino de referentiespanning verbonden met de voedingsspanning. Dus de voedingsspanning wordt gebruikt als referentiespanning. En die is standaard 5 volt, hè, als je vanaf USB voedt. Dus kan je maximaal meten tussen 0 en 5 volt. Zou je nou zou je kleine signalen meten, dus je meet een signaal wat nooit groter is als 2,5 volt, dus tussen 0 en 2,5 volt, dan kan je beter een referentiespanning aanbieden van 2,5 volt. Want dan heb je die volledige resolutie, die 1024 stapjes, ter beschikking over 2,5 volt. Dus dan wordt je resolutie 2 keer zo nauwkeurig. Laten we het maar gaan opbouwen, dan kunnen we beginnen. Nou, dit is de opstelling. Via deze voeding bied ik 3,6 volt aan. En dat heb ik hier aangesloten op A0. En een paar extra draden om het ook weer te kunnen meten. En ik zet de meter nu eventjes op een andere range. Met 2 cijfers achter de komma, want dat is wat ik ga gebruiken op de Arduino. En dan hebben we dat derde cijfer niet wat ons alleen maar afleidt. Nou, de Arduino-sketch ziet er als volgt uit. In de setup doe ik een seriële connectie opbouwen om zo meteen te kunnen debuggen. En de voltage wordt berekend met een analog read op A0. En dat vermenigvuldigen we met 5 en dat delen we door 1024. Nou, dan heb je eigenlijk al het voltage. Dus print voltage, printlijn V en een delay van 1000 om dit loopje niet helemaal achter elkaar door te laten lopen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dus serial monitor. En wat meten we? 3,73 volt. 2,1 volt. 2,12. En we meten 2,17, 2,16. Oké. 0,53 volt. En dat klopt. Best aardig. En hier bijna 4,9 volt en ik meet 4,99 volt. Dus ik zit hier ongeveer op het einde. En zo kunnen we dus heel eenvoudig meten tussen 0 en 5 volt. Maar er zijn nu natuurlijk twee dingen die we willen verbeteren, namelijk de nauwkeurigheid en het bereik. Want een bereik van 0 tot 5 volt, dat is natuurlijk een beetje erg klein. Ik wil graag meten tussen de 0 en de 30 volt, het standaard bereik van een standaard labvoeding. Die nauwkeurigheid, dat heeft alles te maken met de referentiespanning.
Ik zei al, de referentiespanning is standaard verbonden met de 5 volt voedingsspanning. En we hebben aangenomen dat die inderdaad exact 5 volt is. Maar is dat wel zo? Je kan hem even meten, namelijk op het laatste pootje hier op AREF. Dus als ik dat doe, dan zie ik dat die 4,87 volt is, geen 5 volt dus. Nu kan ik natuurlijk de code aanpassen en zeggen dat we met 4,87 volt werken als referentiespanning. Dat helpt echt, maar als je dan een andere computer gebruikt om het project te voeden, dan heb je waarschijnlijk weer een andere spanning. Kijk maar eens wat er gebeurt als ik ga voeden met een externe 12 volt voeding. Ik heb hier een 12 volt voeding. Als ik die erin steek, dan is mijn referentiespanning wel degelijk 5 volt. En dat verschil moet je ook kunnen zien in de meting. Ik zal het even laten zien. Dus deze gaat terug naar ons meetpunt. We meten hier nu 3,4 volt en de Arduino zegt ook dat het 3,4 volt is. En als ik overschakel op de USB-spanning, dan zegt de Arduino in de serial monitor 3,47 volt. 3,48. En ik prik hem er weer in. Hup. 3,93. En weer eruit. 3,64. Voor een betere nauwkeurigheid wil je dus eigenlijk niet afhankelijk zijn van die voedingsspanning als referentiespanning. En daarom ga ik gebruik maken van deze 5 volt spanningsreferentie. Het is eigenlijk een soort diode met een hele constante spanningsval van precies 5 volt. En ook bij een wisselende temperatuur zal die heel constant blijven. Deze dingen zijn er eigenlijk speciaal voor gemaakt. Hier heb ik de schakeling voor de referentiespanning opgebouwd. En die is precies 5 volt. En die ga ik straks aanbieden aan de referentiespanning daar, maar daarvoor moet ik eerst even mijn Arduino-programmaatje veranderen. Want die moet nu namelijk rekening houden met een externe referentiespanning. Zo dus. Analog reference external. Nou, dat ga ik er eerst even naartoe duwen. En dan kan ik dus mijn externe spanning aansluiten. Daar gaat hij. En dan gaan we weer meten. Nou, 3,39 en Arduino zegt 3,38. Dat is heel netjes. Dan ga ik de spanning even eerst wat hoger maken. 4,94, 4,93. Mooi. 2,17, 2,16. 1,68, 1,67. 0,55 volt en 0,54 volt. Nu ben ik over het hele bereik dus behoorlijk nauwkeurig en we zijn niet meer afhankelijk van de voedingsspanning. Nu wil ik alleen nog het bereik vergroten. En het bereik vergroten gaan we doen met behulp van een spanningsdeler. Nou, dit is eigenlijk een spanningsdeler, twee weerstanden in serie. En die staan over de totale spanning. Dus mijn spanning die ik wil kunnen meten is 0 tot 30 volt. En die spanning verdeelt zich over deze twee weerstanden. Zijn die weerstanden nu gelijk, allebei 10k bijvoorbeeld, dan zal de spanning op dit punt zijn, kijk dit is mijn voltmeter, dan is de spanning op dit punt 0 tot 15 volt. Want als ze allebei 10k zijn, dan verdeelt die spanning zich gelijkmatig over die twee weerstanden. Maar goed, ik wil dus eigenlijk uiteindelijk hier een spanning van 0 tot 30 volt en hier een spanning van 0 tot 5 volt. Want dat is wat mijn Arduino kan meten, 0 tot 5 volt. Dus dan moet ik de verhouding zien te vinden van deze twee weerstanden, wat mij een spanning geeft op dit punt van 0 tot 5 volt. De spanning over deze weerstand, die noem ik even U2, die kun je berekenen met deze formule. U2 is gelijk aan de waarde van R2 gedeeld door de som van de twee weerstanden, vermenigvuldigd met de ingangsspanning. U1 dus. Nou, R1 wil ik graag 1 megaohm hebben. En na wat rekenwerk heb ik dus gekozen voor een waarde van 180k voor R2. En wat krijgen we dan? Even kijken, zo. 180k gedeeld door 1 miljoen plus 180k. Met die vermenigvuldigd met die ingangsspanning, 30 volt maximaal, is dus 4,5 volt maximaal op R2. Nou, dat is dus prima te behappen voor mijn Arduino. Dus deze waarde ga ik eens gebruiken. Ik moet nog even iets kwijt over de nauwkeurigheid, want in plaats van tussen 0 en 5 volt meten,
gaan we nu tussen de 0 en de 30 voltmeter. We kunnen zelfs tot 33 voltmeter met deze opstelling. En die nauwkeurigheid van 1024 stapjes gaan we nu dus verdelen over 0 tot 33 volt. Dus de resolutie van deze meting zal ongeveer 32 millivolt worden. Dus net konden we ongeveer twee cijfers achter de komma meten. Nu wordt dat tweede cijfer achter de komma eigenlijk ook al een beetje twijfelachtig. Met de verhoging van het bereik leef je dus wat nauwkeurigheid in. Maar goed, we zijn niet bezig met het bouwen van een multimeter. Het is puur een indicatie op een labvoeding. Dus ik lig er niet zo wakker van. Maar je moet wel begrijpen dat als we dus het bereik vergroten, dat we natuurlijk niet meer die 5 millivolt resolutie hebben. Het wordt nu dus 32. Ik heb hier de spanningsdeler opgebouwd. Twee weerstanden en ik meet nu dus vanaf dit punt. En dit zal natuurlijk de meetwaarde verkleinen. Dus om nou uit te rekenen met welke factor ik de meetwaarde moet vermenigvuldigen, doe ik het volgende. Ik sluit zo nauwkeurig mogelijk 30 volt aan. En dan kijk ik wat de Arduino hiervan maakt. Nou, hij meet dus zo te zien 4,51 volt. 30 volt gedeeld door 4,51 is 6,652. Ik moet dus mijn gemeten voltage vermenigvuldigen met 6,652 om de juiste waarde te krijgen. En dan nu het resultaat. Mijn voeding staat op maximaal 30,41 volt en dat meet ik ook met de Arduino. Dus dat is prima. Dan gaan we wat meetwaardes maken. 12 volt, 12,06 en 12,05. Kijk, 5,03 en daar 5,0. Ja. Nou, 2,5 volt. Komt ook goed overeen. En nu nog een mooie display om het weer te geven. En dan is het bijna helemaal af. Nou, die display heb ik eigenlijk een beetje voor de grap gedaan. Want dit is niet echt een goed display. Dit is wel een heel mooi display. Maar niet echt geschikt vind ik om aan te sluiten op Arduino. Omdat het bijna alle uitgangen gebruikt die je tot beschikking hebt. Je hebt nog maar een paar aansluitingen over om andere dingen mee te doen. Zoals meten. En op knopjes drukken misschien. Dus niet echt geschikt, maar toch wel leuk om even aan te sluiten. Spanning en stroom. Dus de volgende keer gaan we stroom meten. En daarna ga ik een ander display aansluiten. Ik heb namelijk nieuwe displays besteld. Die je aan kan sturen met een iets vriendelijkere protocol. I2C. Wat dus veel minder bedrading in beslag neemt. En dat moet heel mooi gaan worden. Dat zijn trouwens OLED displays. Maar voor nu is het hartstikke leuk zo natuurlijk. En het werkt hartstikke goed. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.